Hé, hey, moet je luisteren. Ik moet jou even een hele persoonlijke vraag stellen. Oh, vertel eens. Nee, ik zit steeds tegen die zwarte BH van jou. Nee, het is geen BH. Maar dat is modern, dat je dingen... Ja. Dat is geen BH, wat dat is dat dan? Daar is veel over te doen. Zei mijn moeder ook, waarom zit je in je BH? Dit is gewoon een topje. En mijn BH zit er nog onder. Maar ja, kan maar nee, 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 nee. Maar er zijn zat kijkers die dat heel erg leuk vinden. Maar als jij nou, ik vind het ook heel erg leuk. Daarom. Ik wil er daar wel even aan snuffelen zelfs. Maar... Nee, maar als je dat doet, is het dan niet beter om dat helemaal? Topje niet... Nee, nou, dat topje niet aan te doen. Oh, zo bedoel je? Dan, ja, nee, kan ook, kan ook. Nee, dit is toch wel iets verfijnder. Meen je dat? Ja. Hé, hey, jongens, kom, en door. Hey, overigens, je hebt het over bloot. Ik heb het niet gezien, maar ik las dat er weer een stelletje idioten... de blote tokens op de tv gegaan zijn voor een goed doel. Maar mijn vrouw die lost dat op. Die maakt voor een goed doel iedere maand wat over. Dan hoef ik niet meer mijn blote leuter op de tv. Nee, dus dat is toch makkelijk, hoor? Ja, dat ga jij dus niet doen, begrijp ik. Nee, maar dan ben je toch niet goed bij je hoofd als je dat doet? Ja, het is tegen tilbalkanker en tegen borstkanker, hè? Dus jawel, maar je kunt gewoon... Het staat vrij om geld over te maken. Dan hoef je niet je loter voor te laten zien, toch? Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.